Ja, loopt een man over straat en die wordt even tegengehouden of aangesproken door een man. Ja. En die gozer die voorbijganger aan, die zegt... Stotteren. Weet u misschien wat de stotterschool is? Zie die man, hoezo? Je kan het al aardig. Een beetje flauw, mag toch wel. Het is maandag, dus doen we even een lol. Ja. Weet jij trouwens wie de triathlon heeft uitgevonden? Oh, nee. Ik ga koffie halen. Koffie. Weet je het echt niet? Nee. Dat waren Marokkanen. Die gingen altijd lopen naar het zwembad, maar kwamen altijd op de fiets weer terug. Moet kunnen. Moderne tijden. Een vent die moet bij de rechtbank getuigen over een verkeersongeval. Daar zie je zeg maar getuigen bij, hè? Ja. En de rechter die vraagt alleen van hoe ver stond u er vandaan? Dat die man zegt 1 meter, 45 centimeter en 2 millimeter. Oh, zegt die rechter, je hebt dat precies opgemeten. Ja, zegt hij, ik heb precies opgemeten. Oh! En waarom heb je dat zo precies opgeweten? Nou ja, ik dacht bij mezelf, ik zal wel moeten getuigen. En dan zal wel een of andere klootzak vragen hoe ver ik er precies vanaf stond. Wat hebben we hier nog? Oh ja, deze is ook wel aardig. Een man komt zijn goede vriend tegen en zegt hem... Wat heb ik nou gehoord, jongen? Ben jij voor de derde keer weduwnaar geworden? Ja, zegt hij. Ja. Voor de derde keer. En die vriend die schiet natuurlijk ook in zijn verdriet een stukje mee. Ah. En die vraagt, oh ja, ja. En waaraan is je eerste vrouw overleden? Ja, aan het eten van foute paddenstoelen is. Ja, heel erg. Foute paddenstoelen was... Is, ja, ja. Ging niet goed, hè. Schuimbekken. Klaar. Hij zegt, wat erg. Hij zegt, en je tweede vrouw? Ja, zegt hij, ja. Ook aan het eten van verkeerde paddenstoelen. Paar naar binnen, schuimbekken, bloed te lopen ogen. Klaar. Ja. Oh, zit hij wat erg voor je. Hij zegt, en de derde, ja. Nog een acuut ingeslagen schedel. Ja. Hoe zeg je, een acuut ingeslagen schedel? Hoe kan dat nou weer? Ja. Ze lust geen paddenstoelen. Flauwe kutmop, hè? Ja, ingeslagen. Een man gaat naar een beroemd restaurant. Het restaurant Lucas Carton in Paris. Zo, dan ga je wel even weg, hè? Dan moet je de serie in je rugzak bij je hebben, anders gooi je de deur niet uit, hè? Qua lenekie, zeg maar. Nou, en die man die komt... Nou, mag ik nou even vertellen? En die komt daar binnen met zijn vriendin en die bestelt een flesje Rothschild. Ken je wel? Ja, Rothschild. Rothschild. Dit is een Rothschild 1928 Mouton. Oh, ja, nou, ja. Mouton Rothschild. Goeie tent. Dat is een lekkertje hoor. Nou, en die ober die komt aan de bestelling terug met de fles. En die schenkt er een heel klein beetje in, hè? Voor het proeven. Kurkje op tafel en zo. En de man die de fles bestelt, die pakt een glas. Ruikt hier aan. Swirled. Weet je, eventjes zo. En hij zet het resoluut terug op tafel, dat glas. Hij zegt, dit is er niet de Rothschild, de 1928, de Mouton, zegt hij. Ja, zo praten ze daar. En de ober verzekert hem dat het er echt eentje is. Hè. Nou, en binnen 10 minuten staat gewoon echt het halve personeel staat rond die tafel. Inclusief de chef, de manager, de hele... Nou, en die proberen allemaal die man ervan overtuigen dat het toch echt een Rothschild 1928 Mouton is. Eindelijk vraagt iemand hem waarom hij zo zeker weet dat het nou niet gaat om zo'n Rothschild 1928 de Mouton. Nou, zegt die man, mijn naam is Philippe de Rothschild en ik maak de wijn. Gaan discussiëren. Dan stapt de ober die de wijn heeft ingeschonken weer naar voren en bekent dat hij een Clermillon uit 1928 heeft ingeschonken. Kijk, de vuile laaier. Ook lekker. Ja. Hij zegt, ja, ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om onze laatste fles Rothschild 1928 Mouton aan te breken. En u weet dat Clermillon in hetzelfde dorp ligt. De druiven zijn hetzelfde. De druiven worden op dezelfde tijd geplukt en verwerkt in dezelfde vaten opgeslagen. De flessen worden ook op dezelfde tijd gebotteld.
De wijnen zijn eigenlijk precies hetzelfde, alleen een heel klein verschil in de geografische locatie. De geografische locatie voor de mensen die het taal niet machtig zijn, hè? En die Rothschild die wenkt erover en die fluistert binnen door. Wanneer doe vanavond Tess komt, vraag dan aan je femme om haar ondergoed uit te trekken. Stop één vinger in de ene opening en de andere vinger in de andere opening. Ruik daarna aan je vingers en je zult begrijpen hoeveel verschil een klein stukje in de geografische locatie kan maken. Blijf ze mailen, onze adres zomertijd@radioveronica.nl.